Een van de meest voorkomende vragen bij ons is, ja, ik wil heel snel heel veel afvallen. Ja. Ja, dat is natuurlijk de droom. Ja. Je hebt iets, een bruiloft of een belangrijk feest, of je hebt iets wat eraan staat te komen. En ja, op het laatste moment denk je, ik moet toch even snel aan mijn figuurtje denken. Ja. Wat kan ik dan doen? Ja, minder calorieën eten, dat is het eigenlijk. Bij alle diëten, bij de meeste diëten gaat het echt om minder calorieën eten. En waar je een beetje mee op moet passen is als je heel snel gaat afvallen, is dat mensen vaak ook weer heel snel daarna aankomen. Wij raden aan om niet meer dan 2 kilo per maand af te vallen. Ik kan me voorstellen als je zo'n bruiloft hebt of zo, dat dat dan toch een, iets anders is. En dan zijn er diëten met repen of shakes waar je heel makkelijk veel meer kan afvallen. Maar je kan ook in je eigen voeding die hoeveelheid calorieën benaderen. Vaak die shakes zijn 500 of 1000 calorieën per dag. Dat zou je in je eigen voeding ook kunnen doen. Wil je een lange resultaat? Bij de meeste mensen is het volhouden toch wel het allerlastigste. Dus met snel afvallen bereik je snel resultaat. Vind je fijn, want je ziet het ook. Maar wat mensen vaak niet beseffen, is dat je als je heel snel afvalt ook heel veel spiermassa verliest. En spiermassa is verantwoordelijk voor je verbranding. Dus je gaat ook veel minder verbranden. Dan heb je zo'n dieet gedaan. Ben je daarmee klaar? En hoe dan daarna? Dan heb je eigenlijk nog niet geleerd hoe je daarna goed moet eten. Ja. Wat je zou kunnen doen is een dieet nemen en je bij dat dieet afvragen, wat voor cijfer zou ik er nou aan geven om dit dieet de rest van mijn leven vol te houden? Stel je zou er een 7 aan geven, wat zou je eraan moeten doen om er een 8 van te maken? Zodat je het langer kunt volhouden. Oké. Okay.